Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer eventjes mijn gelezen boeken van februari met jullie doornemen. Ik ben hier vorige maand mee gestart om dit soort video's op te nemen. En die viel eigenlijk best wel in de smaak, waardoor ik heb besloten om hiermee door te gaan. Misschien is het in deze tijd ook wel extra leuk om zo'n video te zien. Aangezien we toch allemaal een beetje binnen moeten blijven. En misschien meer tijd over hebben om bijvoorbeeld te lezen. En ik vertel je gewoon graag even welke boeken ik in februari heb gelezen. Wat ik ervan vond. Ik zal je wat meer informatie over geven. En wie weet spreekt een van de boeken je wel aan waarvan je denkt, nou, lijkt me hartstikke leuk om daar ook eens wat over te lezen als je een lezer bent. Mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik dus las in februari, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een boek van Kristen Proby. Dit is het boek Je laat me blozen. Deze komt uit de Fusion boekenreeks. Dit is een boekenreeks waar al meerdere boeken in zijn verschenen. Dit was boek 3 trouwens. Ik heb ondertussen even de telefoon erbij, want ik moet ook even kunnen teruglezen wat ik zelf heb gelezen. In deze boekenreeks zijn een aantal vriendinnen een restaurant gestart dat Seduction heet. Dit boek gaat over Katharina en zij is een type die de wijnen dus regelt in Fusion. En ze duikt eigenlijk nergens voor terug, maar één ding daar is ze heel erg bang voor en dat is vliegen. En dan wordt er dus net eigenlijk een, hoe noem je dat? Een wijn... wijnproeverij, iets met wijnen wordt er georganiseerd, waardoor ze dus ook weer nieuwe wijnen kunnen ontdekken voor in hun restaurant. En zij is dus nu noodgedwongen om te gaan vliegen. Nou, dat is dus haar grootste angst. Op het vliegveld staat ze echt nog van, oh, wil ik dit wel gaan doen? Ga ik dit ook echt doen? Hyperventilerend in dat vliegtuig. Alleen komt in het vliegtuig een man naast haar zitten die eigenlijk gelijk al wat door heeft dat zij heel bang is. Die bestelt ook al water, die geeft haar wat tips van rustig in- en uitademen en probeer rustig te blijven. Ze houdt zelfs zijn hand even heel stevig vast, want met opstijgen ze hebben last van turbulentie. Ik heb even heel vervelend een haartje aan mijn lipgloss zitten. Waardoor ze eigenlijk gelijk al wel een band hebben. En wat schijnt, ze zitten ook nog eens in hetzelfde hotel. Omdat hij dus ook naar datzelfde gebeuren moet voor die wijnen. Nou, uiteindelijk lijkt het dus eerst lijken ze goede vrienden. Maar hij kan ook die ontmoeting met Katharina dus niet vergeten. En ze besluit eigenlijk om plezier te hebben samen, maar niks eraan vast te binden. Omdat ze eigenlijk weten, na deze wijntour zullen wij elkaar niet meer gaan ontmoeten. Dus ja, ze hebben daar eigenlijk wel heel veel plezier. Ze hebben het leuk samen. En dan komt de dag dat ze weer terug moeten vliegen. Zij is weer helemaal paniekerig. Hij helpt haar weer helemaal door die vlucht heen. En ja, bij het vliegveld, zij pakt een taxi en hij gaat de andere kant op. Ze zien elkaar niet meer. Maar dan ineens wordt er een wijntour georganiseerd die zij dus ook geeft. Geboekt bij dat restaurant waar zij dus een van de eigenaressen van is. En wat blijkt, die wordt gegeven door Ryan. Of aangevraagd door Ryan. Zij is echt heel erg... verbaasd dat hij daar staat. In eerste instantie ook een beetje boos. Van waarom sta je hier? En je hebt gelogen. Want hij heeft eigenlijk gezegd dat hij Mac heet. Maar hij heeft dus twee namen. Hij heet Ryan Mac. Maar hij gebruikt dus vaker Mac dan Ryan. Maar hij heeft dus inderdaad die wijntour geboekt op de naam Ryan. Uiteindelijk hij wil toch wel uitzoeken of er meer is tussen hun dan de gezelligheid die ze hebben gehad. Omdat ze toch wel voelden dat er ook wel wat gevoelens bij kwamen kijken. Die wil hij heel graag uitzoeken. En het is gewoon echt de grote vraag of ze dus liefde krijgen met elkaar. Ik weet het einde. Ik weet niet of ik die jullie moet verklappen. Want ik denk dat het voor jullie, als je benieuwd bent naar dit boek, leuker is om zelf te gaan lezen. Maar dat is eigenlijk een beetje de conclusie van dit boek. Dat ze eigenlijk gewoon echt uit gaan zoeken of ze met elkaar verder willen. En
Ja, gewoon een ontmoeting vond ik ook gewoon heel erg leuk om te lezen hoe dat met elkaar gaat. Ik heb de andere boeken, de eerste twee boeken heb ik ook gelezen uit deze serie. Die vond ik echt super leuk. Dus ik vind het echt een aanrader van een boekenreeks. Mocht je van dit genre houden, het valt een beetje onder de romantische genres. Het moet wel je ding zijn. Ik lees alleen maar dat soort boeken. Is het je ding niet? Ja, snap ik ook dat je denkt van oké, ik skip het. Maar ik vond dit boek zeker een aanrader. Het volgende boek dat ik heb gelezen komt uit de Chicago Syndicaat-serie. Dit eerste boek heet Valon, is geschreven door Soraya Naomi. Ik moet heel eerlijk zeggen, in eerste instantie was ik niet heel enthousiast omdat het over de maffia ging. En ik best wel een heftig boekenreeksje vond. Ik heb hem uiteindelijk wel helemaal uitgelezen. Maar als je niet heel erg van heftige boeken houdt, zou ik deze sowieso niet aanraden. Dat zeg ik er al bij. Het eerste deel gaat over Fallon, die ontmoet Luca. In eerste instantie eigenlijk in een club waar zij is met haar vriendin Tigen, een beetje een bijzondere naam. Ze ontmoet hem eerst aan een bar en uiteindelijk redt Luca haar van een handtastelijke man. Nou, het eerste contact is gelegd. Daarna ontmoet zij hem de volgende dag heel toevallig in een koffietentje waar zij altijd komt. Nou, ze raken eigenlijk weer aan de praat en zij denkt, nou, leuke vent. Ze spreken ook af om een keer wat samen te gaan eten. Nou, hartstikke gezellig. Alleen Luca, die heeft er een ander plan bij, want die wil meer informatie uit haar krijgen. Dat komt omdat zij heeft een relatie met een ex gehad en hun vermoeden dat hij dus hun heeft belazerd in de maffiawereld. En als je dat doet, dan ben je gewoon dood. Maar uiteindelijk komt Luca er toch achter dat Fallon eigenlijk helemaal geen contact meer met hem heeft. En vindt hij het steeds moeilijker om bij haar uit de buurt te blijven. Maar eigenlijk weet hij ook dat hij geen relatie mag aangaan met een vrouw. Omdat zij hier indirect bij betrokken is. En het eigenlijk gewoon heel erg ingewikkeld is. Omdat hij bij die maffia zit. En eigenlijk hij al zeker weet dat zij dit niet zal accepteren. Maar uiteindelijk worden ze toch verliefd en krijgen ze een passievolle relatie. Alleen, zij vindt het wel heel moeilijk dat hij over zijn werk heel weinig kan vertellen. Ze weet in eerste instantie ook niet hoe hij bij de maffia is terechtgekomen. En of dat hij daar überhaupt zit. Dus hij kan er heel weinig over vertellen. Hij moet soms op de raarste momenten moet hij weg. Waar zij dus wel een beetje van denkt van, nou, wat ga je nou doen en waarom kan je dus niks vertellen. Dus dat is wel een beetje raar. Ja, het is eigenlijk een beetje een mix van een goede en kwade roman. Omdat het maffia gedeelte me niet aansprak. Maar gewoon omdat Luca twee gezichten heeft. Hij ook wel heel erg lief kan zijn naar Fallon toe. Alleen zodra hij dus in de maffiarol terechtkomt. Ja, dan is het een heel ander verhaal. Dus dat vond ik wel een beetje heftig. Maar ja, op zich, ik heb hem uitgelezen, maar net zoals ik net al zei, als je niet zo houdt van dit maffia gedeelte, zou ik hem niet aanraden. Het tweede deel uit deze reeks heeft de naam Luca gekregen. Het eerste deel eindigt eigenlijk een beetje met het feit dat ze toch uit elkaar zijn gegaan. Wat ik eigenlijk, ja, niet wil spoileren, maar nu toch een beetje moet doen. Omdat ik anders niet verder kan om dit verhaal te vertellen. Ze beseffen eigenlijk beide dat ze heel slecht functioneren zonder elkaar. Maar zij vindt het heel erg moeilijk om door zijn bedrog heen te kijken. Haar eigen leven valt eigenlijk beetje bij beetje steeds meer uit elkaar. Omdat ze Luca heel erg mist. Luca die functioneert ook niet meer op het niveau wat hij heeft gedaan doordat hij Fallon mist. En hij is wel de onderbaas van het syndicaat. Dus hij wordt ook een paar keer op het matje geroepen bij de baas. En ja, hij zegt gewoon, hij weet gewoon, als ik me nu niet ga focussen, dan wordt dit mijn dood. Uiteindelijk gebeurt er iets waardoor hij Fallon eigenlijk een soort van vasthoudt in zijn kamer bij het syndicaat. Dus eigenlijk een soort van opsluit. Ze is super boos op hem. Maar doordat hun zo bedreigd worden, had hij geen andere keuze. Zij heeft daar een paar dagen gezeten. En er werkt daar ook, ze hebben zeg maar bij het syndicaat ook een nachtclub. Daar werkt een meisje. En dat meisje, daar heeft Luca de opdracht tegen gegeven.
geef haar eten, geef haar drinken, maar laat haar niet die kamer uitgaan. Uiteindelijk vraagt Fallon toch of zij haar niet wil helpen ontsnappen, omdat ze daar niet vrijwillig zit. En ze doen dus een poging om te ontsnappen. Heel erg lastig, want er is daar continu bewaking, continu beveiliging. Ze moeten echt het juiste moment afwachten. Uiteindelijk hebben ze het juiste moment gevonden en staan ze echt op het punt om te ontsnappen. Maar helaas wordt dat natuurlijk gewoon doorbroken, omdat ze gewoon allebei niet daar weg mogen en ze worden gesnapt. Ze belandt weer in die kamer. Ze wordt uiteindelijk zelfs meegenomen naar een overdracht. Wat dus totaal niet goed afloopt. Er worden schoten gelost. Het gaat helemaal compleet mis. En zij zit weer in die kamer. Uiteindelijk gaat zij wel naar huis. Maar het gaat eigenlijk niet beter met haar. Ze wil een tijdje geen contact met Luca hebben. Maar uiteindelijk worden ze toch wel weer naar elkaar getrokken. En hij probeert dus nu een manier te vinden hoe hij dus toch bij haar kan zijn en zijn werk kan blijven doen. Ik wil er verder niet te veel over spoileren, omdat ik denk dat als je dit soort boekje aanspreekt, je echt zelf moet lezen hoe dit verhaal dus tot zijn einde komt. Hoe dit afloopt. Ik vond het heel bijzonder. Ik had niet verwacht hoe de uitkomst is dat die zo zou zijn. Omdat ik echt dacht, dit gaat gewoon niet werken samen. Dit is dus het boek Luca, deel 2. Dus als je daar, als je dit soort boekgenres toch leuk vindt, zou ik zeggen, lees het verhaal gewoon eens en kijk eens wat jij ervan vindt. Dat is even wat ik erover wil zeggen, omdat ik anders te veel ga verklappen hoe het einde loopt. En dat zou niet zo heel erg leuk zijn voor jullie. Het laatste boek dat ik heb gelezen uit deze serie heet Adriano. Zeg ik dat goed? Ja. Hij staat onder Luca en vrouwen zijn altijd zijn grote ding geweest. Hij gaat vaak naar die nachtclub toe die ook bij een syndicaat verbonden zit. En hij heeft nooit gedacht aan het echt binden van iemand. Wel heeft hij al jaren een oogje op Camilla. Maar Camilla heeft Fallon dus geholpen om te ontsnappen. Dus ineens is Camilla ook helemaal verdwenen. Helemaal van de radar. Niemand weet nog meer wat van haar. Tot de grote baas van het syndicaat zegt dat ze haar moeten opsporen. Nou, eigenlijk gaan de Adriano de haren recht overeind zijn. Want hij is heel erg bang dat hij haar wil vermoorden. Maar hij wil haar dus als eerste vinden. Uiteindelijk legt Camilla contact met Fallon. En Fallon geeft Camilla een paar keer geld. Fallon is in therapie om alles te verwerken. En die geeft haar dus een paar keer geld. En ze hebben zo'n valletje opgezet dat Adriano en Camilla elkaar ontmoeten. Camilla heeft al jarenlang een oogje op Adriano. Alleen omdat hij er nooit wat om heeft gegeven, heeft ze het nooit echt duidelijk gemaakt. Dus heel lastig verhaal. Uiteindelijk blijkt het dus zo te zijn dat Camilla de dochter is van de grote baas. Dus die grote baas zegt tegen Adriano, zij is verboden terrein. Jij mag niks met haar beginnen. Nou, wat heel erg lastig is natuurlijk, want ze kunnen niet bij elkaar uit de buurt blijven. En ja, hij weet gewoon, als ik niet bij haar uit de buurt blijf, dan wordt het ook mijn dood. Dat is gewoon heel erg lastig. Het is voor hun dus, omdat ze toch eigenlijk echt wel een relatie willen beginnen, die ze uiteindelijk eerst geheim houden, uitvinden. Wat kan ik doen om uit het syndicaat te ontsnappen, waardoor wij bij elkaar kunnen zijn? Uiteindelijk hebben ze hier een hele goede oplossing voor gevonden. Dit vond ik een heel heftig gedeelte in het boek. Camilla die heeft een hele tijd vastgezeten, namelijk bij een vijand van hun, omdat ze daar een tijd heeft gewerkt. En uiteindelijk is ze dus overgedragen aan Adriano. Maar ze moeten dus eigenlijk die club binnenvallen, omdat daar dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En daar vallen een heleboel slachtoffers. Camilla die wil ook echt nu bij het syndicaat, omdat zij er meer van wil weten. Ze is nu de dochter van de baas. Dus zij wil eigenlijk daar ook gewoon bij aanwezig zijn. Dat is zij ook, want zij is geholpen door iemand in die andere club om haar te helpen ontsnappen. En
diegene zit nu vast, dus ze wil hem bevrijden, koste wat het kost. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af. Het einde was heel verrassend, had ik niet zien aankomen. Was goed in elkaar gezet, maar dit was wel een heel bloederig boek. Dus je moet er wel doorheen kunnen lezen. Ik vond het zelf heel erg lastig. Ik dacht wel van, oh, jakkie, ik vind dit toch wel een beetje te. Ik zie nu net dat er ook nog een deel 4 is. Ik denk zelf wel dat ik deel 4 ga lezen. Maar mocht je dus niet zo houden van die duistere dingen, weet ik niet of ik je deze boeken kan aanraden. Misschien kun je gewoon eens even het voorproefje lezen. Maar hou er dus rekening mee dat er veel nare dingen gebeuren in deze boeken die hierna omschreven worden. En dat het dus echt maffiapraktijken zijn. Maar mocht je even gewoon toch benieuwd zijn naar deze boeken, ja, probeer het gewoon eens. Maar ja, ik wilde dit gewoon even meegeven. Ik ga het eigenlijk niet verklappen hoe ze het oplossen. Want als je benieuwd bent hoe deze boeken eindigen, dan moet je gewoon zelf even gaan lezen als het genre je aanspreekt. Het volgende boek dat ik las is van Hannah Hill. Dit heet Ik. Dit komt uit de reeks Verbonden met elkaar. Ik heb hier de vorige video ook wat over verteld. En ik heb nu inmiddels dus deel 2 gelezen. Dit boek gaat over Nero en Jessica. Nero is dus spontaan uit het leven van Jessica verdwenen. En zij heeft hier heel veel moeite mee. Zij vindt het echt heel erg moeilijk. Kan haar leven bijna niet meer oppakken. Vrienden moeten haar echt uit die put trekken van, joh, ga weer wat doen. Maar zij mist Nero heel erg. Nero die heeft een halfbroer die best wel gemeen is en die neemt op een dag contact op met Jessica. Als je hem wilt zien, moet je hier en hierheen komen. Dan laat hij haar ophalen en moet ze dus naar de plaats komen waar Nero op dat moment verblijft. Zij is heel erg in de war. Moet ik dit aanbod aannemen? Want ik vertrouw eigenlijk zijn halfbroer echt voor geen meter. Hij is heel erg gemeen. Maar uiteindelijk, omdat ze Nero heel graag wil zien en antwoorden wil en het eigenlijk voor zichzelf wil afsluiten, gaat zij toch op dit aanbod in. Ze komt in dit huis. Ze wordt apart genomen door die halfbroer. Hij lijkt op eerste gezicht heel aardig. Zij heeft een gesprekje met hem, waardoor ze eigenlijk een andere kant van hem te zien krijgt. Waardoor ze denkt, goh, je bent eigenlijk toch wel anders dan dat ik had gedacht. Tot ze Nero ontmoet. En dat is natuurlijk een hele grote verrassing. En Nero is er ook helemaal niet blij mee dat Jessica daar is gekomen. Omdat daar heel veel gevaar dreigt. Omdat het een hele wereld is waar hij dus nog steeds niet over kan praten. En eigenlijk wij zelf op de dag van vandaag nog steeds niet weten wat hij doet. Hij is daar dus voor zaken. En hij wil eigenlijk best wel graag terugkomen als de mogelijkheid er is. Maar hij is bang dat die mogelijkheid zelf er niet is. Er gebeuren daar een paar hele heftige dingen. Nero en zijn halfbroer krijgen een hele fikse ruzie. En zij is daar eigenlijk maar voor een aantal dagen. Want zij heeft eigenlijk tegen haar familie gezegd dat ze op reis moet voor haar werk. Dus dat is allemaal een grote leugen. En ja, zij wilde dat dus heel graag afsluiten. Ze maken wel een paar wandelingen. Ze hebben wel een aantal goede gesprekken. Zij probeert hem echt nog op andere gedachten te brengen. Van, kun je niet gewoon lekker mee terug naar huis gaan en ons leven weer leiden wat we al deden. Maar hij zegt ook, jij moet wel accepteren dat ik geheimen heb en die ik niet met jou kan delen. Op een van de laatste dagen ontmoet zij de vader van Nero. Nero wil dit absoluut vermijden, maar die vader heeft al door dat er een vrouw is en hij wil per se met haar spreken. Uiteindelijk gaat zij met die vader onder vier ogen praten en het lijkt allemaal heel erg mooi. En zij vertelt zijn verhaal en hij schrikt ook wel van wat dingen die zij vertelt, waardoor die halfbroer eigenlijk ook op het matje moet komen. Maar goed, uiteindelijk spreekt ze met Nero af. Alleen contact houden als zij terug naar huis toe gaat wanneer dat noodzakelijk is. Maar zij hoort daardoor weer dagen niks van hem en dat maakt haar heel ongerust. Totdat zij op een gegeven moment jarig is en zij eigenlijk niks verwacht. Maar Nero toch op haar verjaardag verschijnt met een neef die hij moet begeleiden om te leren in zijn werk te gaan. Maar ik weet dus nog steeds niet wat zijn werk is. Ze hebben daar even ook een hele grote ruzie. Ze hebben ook wel even gezellig. Maar hij moet ook wel heel snel weer weg. Die neef die gaat ook wel weer mee. Dat schijnt wel een hele aardige kerel te zijn. Maar het is nog niet rond dat ze bij elkaar kunnen zijn. En de grote vraag is,
kunnen ze dus uiteindelijk bij elkaar terechtkomen of niet. Het zal een hele lastige strijd worden. Ik hoop ook echt dat er een deel 3 komt. Dat er eindelijk duidelijkheid komt. Wat er dus met die... wat voor werk hij doet. Zijn opa, dat schijnt een hele gemene man te zijn. En daar lijkt zijn halfbroer heel erg op. Maar... ja, het is nog steeds niet duidelijk wat voor werk hij doet. Mijn gedachte zegt dus ook weer dat dit maffiapraktijken zullen zijn. Maar ik weet het niet zeker. Ik vond het echt een heel mooi boek om weg te lezen. Ik vind het wel heel irritant dat ik nog steeds niet weet wat de baan is van Nero. Daar ben ik nog steeds heel erg mee bezig. Dat ik wil weten hoe dat in elkaar zit. Maar ik hoop dat bij het volgende boek toch te weten te komen. Want ja, ik ben nieuwsgierig. Ik wil het gewoon weten. Dus ja, ik vond het zeker een aanrader ook, dit boek. Het volgende boek dat ik las is Game. Het is uit de romanscores. Het is geschreven door Miranda Hirris. Maar ik heb het idee dat er meerdere mensen aan meegewerkt hebben. Het zijn 3 sportverhalen in 1 boek gebundeld. Dus ik zal er even proberen kort doorheen te gaan. Dit boek heeft me minder geraakt. Dus ik heb er minder van onthouden. Maar ja, ik weet niet. Op een of andere manier trok mij dit gewoon minder. Het zijn dus 3 eigenlijk vrij korte verhalen, want het boek had maar 150 bladzijden, dus het was 50 bladzijden per verhaal, dus de verhalen zijn eigenlijk echt heel kort. Het eerste gedeelte gaat over oppassen, en dat is van Marielle Brouwer, dus ik weet niet waarom de naam Miranda Hillers hierbij staat. Dit gaat over Finn, dat is een ijshockeyspeler en die speelt bij het Nederlandse team van de Trappers. Yara is ijshockeyspeelster bij de Red Eagles. En omdat Finn eigenlijk niet helemaal meer op zijn top zit, gaat hij stage lopen bij die Red Eagles om die meiden een beetje te coachen. En dat vindt Yara maar helemaal niks. Zij heeft een hele grote mond. Ze daagt Finn continu uit. En waarom ben je hier? En als jij bij de trap zit, waarom moet je dan? Wat moet je dan hier bij die Red Eagles? Ze daagt hem eigenlijk best wel fors uit. Maar op een of andere manier trekken ze elkaar toch aan. Gaan ze een paar keer met elkaar uit. En ontstaat er toch wel een mooie liefdesverhouding in. Maar omdat dit vrij korte verhalen zijn, kan ik je er niet heel veel meer over vertellen. En dan denk ik, dan moet je ze gewoon echt zelf lezen als dit je aantrekt. Omdat het mij gewoon iets minder deed. Dus dat is mijn verhaal. Dat is mijn mening hierover. Zeg mijn naam, dat was ook een gedeelte uit deze boekenreeks en die was van Kim Mulder. Dit gaat over Fenna, die heeft na een knieoperatie gaat zij werken als fysiotherapeut in het zwembad. Daar komt ze Shane Murray tegen. En zij zit al een beetje naar hem te kijken, want hij zwemt daar eigenlijk best wel vaak met vrienden. En zij moet zelf daar ook nog trainen in dat zwembad. En ze vinden het wel leuk om een beetje naar hem te kijken. Tot hij op een gegeven moment naar haar toe komt en eigenlijk een praatje met haar aangaat. En nou, dat is allemaal wel gezellig en leuk. En ze blijft toch continu aan hem denken. Dus elke keer als zij weer gaat zwemmen in de hoop dat ze hem tegenkomt. Een paar keer komt ze hem ook niet tegen. Maar dan hebben hun eigenlijk een afspraak en dat ze met elkaar gaan afspreken. En uiteindelijk kan zij niet bij die afspraak staan zijn. Er kwam iets tussen. Waardoor zij heel erg een schuldgevoel heeft, maar ze heeft ook zijn nummer niet. Ze kan hem ook niet bellen van sorry, ik kan er niet zijn. Dus in de goede hoop gaat zij weer naar het zwembad om hem tegen te komen. Uiteindelijk komt ze hem dan ook wel weer tegen en biedt zij helemaal excuses aan van sorry dat ik niet ben gekomen. Maar geeft niet, zegt hij ook heel nonchalant. En zij heeft thuis ook een zwembad of hij met haar mee wil om daar te gaan zwemmen. En uiteindelijk gaan ze toch proberen om samen een relatie op te bouwen. Dus ja, kort maar krachtig denk ik. Het laatste verhaal is om te winnen moet je scoren. Die is dan wel van Miranda Hillers. Dit gaat over Max. Die is erg teleurgesteld in het dameselftal van FC De Knijters. Omdat die club is opgeheven omdat ze te weinig spelers hebben. Wes die is verdediger bij het eerste van dezelfde voetbalclub en zoon van de coach.
Uiteindelijk kunnen Max en Wes helemaal niet met elkaar overweg. En het gaat allemaal heel moeizaam. Waardoor zij uiteindelijk samen een opdracht krijgen van de coach om toch tijd met elkaar te gaan doorbrengen. Omdat ze gewoon beter met elkaar moeten opschieten. Eerst laat hij haar zitten en uiteindelijk gaat hij dan toch wel weer helpen. Maar ik vond dit een heel erg heen en weer verhaal. Uiteindelijk komen ze wel bij elkaar, maar ja, ik vond dit een heel erg lastig verhaal. Ik vind het heel lastig om deze te omschrijven, omdat het me gewoon, zoals ik net al zei, iets minder boeide dan de andere boeken die ik heb gelezen. Omdat ik het heel erg rommelig vond dat je 3 korte verhalen in 1 bundel hebt. Ik vind dat zelf heel lastig lezen. Misschien vind jij het wel leuk, maar voor mij was dit boek gewoon iets minder interessant als de andere boeken die ik heb gelezen. Het laatste boek dat ik las, dat is Liefde op het menu. Dat is geschreven door Wendy Brokers. Brokers, ik weet niet zo goed. Nee, Brokers. Dit gaat over Julie, die is heel onzeker en die stapt het restaurant in van Mark. En daar gaat zij dus eigenlijk solliciteren omdat ze op zoek is naar een baan. De eerste indruk van Mark is niet goed, want hij heeft te veel gedronken op de avond dat zij hem treft. Dus ze vindt dat allemaal maar een beetje gek. Dus, nou ja, goed, de volgende dag gaat zij gewoon eigenlijk aan het werk en is het allemaal gewoon wel goed. Hij biedt zijn excuses ook aan voor het gedrag van de vorige avond, hoe zij hem heeft aangetroffen. Maar Mark heeft een aantal regels en dat is, er één is daarvan dat hij wil dat zijn personeel veilig thuis komt. Hij staat erop dat Julie 's avonds na haar werkdienst veilig wordt thuisgebracht en niet in haar eentje de straat overgaat. En er zijn dus collega's die haar weg gaan brengen, maar hij fietst soms ook gewoon met haar mee. En want hij heeft iets meegemaakt waardoor hij het niet wil dat zijn personeel onveilig de straat opgaat. Julie vindt dat super irritant, maar Mark zegt ook, als jij niet met deze regels kunt dealen, dan kun je hier niet blijven. Want dit is gewoon een regel en daar wijk ik niet van af. Daar krijgen ze echt super grote ruzie over, maar Julie wil deze baan heel graag blijven behouden, dus ze gaat uiteindelijk akkoord met deze regeling. Maar ze groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Het wordt steeds gezelliger, ze hebben goede gesprekken. Uiteindelijk vertelt Mark ook aan Julie waarom hij deze regels heeft gehanteerd, waardoor zij hem toch beter begrijpt. En het eigenlijk gewoon toch wel een heel erg mooi verhaal wordt. Het zijn gewoon boeken die eigenlijk gewoon altijd goed aflopen. En ik zeg ook altijd, dit soort dingen gebeuren alleen in boeken. Ik geloof niet dat dit in het echte leven kan gebeuren. Ik vond het gewoon een heel fijn boek wat makkelijk weglas. En ja, ook om in dit boek, omdat het niet een heel dik boek was, kan ik niet heel veel meer vertellen dan wat ik nu heb gedaan. Omdat ik anders te veel zou spoileren. Ik zou het niet leuk vinden om te vertellen wat de reden is waarom Mark deze regels heeft gehanteerd. Omdat ik het denk, als jij dit boek leuk vindt, het leuker is voor jullie om dit zelf te lezen. Dus dit is eigenlijk wat ik over dit boek kwijt wil. Deze komt niet uit een race. Ik heb nog meer boeken van haar erop staan. En ja, ik vind het echt een hele leuke schrijfster. Dus ja, ik ga zeker nog meer boeken van haar lezen. Ik vond het zeker een aanrader. Als je van meer spanning houdt, is het misschien een beetje te saai. Maar ik vond het gewoon ook een heel erg leuk boek. Dan waren dit alle boeken die ik in februari heb gelezen. Ik hoop dat het een beetje goed is overgekomen. Ik heb het idee dat het soms een beetje rommelig was qua vertellen. Soms is het voor mij een beetje moeilijk omdat ik even heel erg terug diep moet graven van welk boek heb ik gelezen, hoe heb ik het ervaren. Vandaar dat ik ook even de telefoon erbij had gepakt. Maar ik denk zeker dat hier een paar leuke aanraders bij zitten voor als je van dit soort boeken houdt. Ik ben ook eigenlijk benieuwd of je zelf al zo'n boek als dit hebt gelezen. Of misschien heb je helemaal nog geen boeken van dit soort genre gelezen. En denk je van, nou, het boek spreekt me wel aan. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dus kan erop het rondje op mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je op het belletje drukken. En dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's en hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Dat zou mij ook weer helpen met het groeien op mijn kanaal. En ik hoop je in ieder geval bij de volgende video weer te zien. Doeg!